Dit is N24actueel.nl. Het is tijdens de vakantieperiode natuurlijk altijd al behoorlijk druk in de Sint-Jan, omdat heel veel toeristen de toeristische trekpleister hier bezoeken. Maar vandaar is het misschien wel extra druk, omdat het condoleansregister hier ligt. Het condoleansregister van Monsieur Bluyssen. Bisschop Bluyssen, oud-bisschop Bluyssen, overleed gisteren op 87-jarige leeftijd. Hij was bisschop van 1966 tot 1983 hier in het bisdom in Den Bosch. Eens even vragen hoe de mensen hier in Den Bosch de bisschop herinneren. We hebben goede herinneringen aan hem. Hij was een zeer erudite man en vooruitstrevend voor die tijd. En dat sprak me heel erg aan. U heeft het meegemaakt? U zegt van het was een erudite man. Ik begrijp zelfs dat u hem van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ja, een van mijn kinderen heeft het vormsel gekregen van deze bisschop. En hij straalde echt toch een bepaalde liefde uit naar kinderen, naar ons. Dat was heel leuk toen. Nou, het was een hele rustige mens. Ik vond dat hij het altijd wel goed deed en rustig. Was hij geliefd? Ja, dat geloof ik wel. Zeer zeker. Ik heb tenminste nog niemand gesproken die iets... Waarom was hij zo geliefd dan? Van nature was hij een rustig mens. Hij kwam rustig over en... Brabanders houden ook wel van rustige mensen op zijn tijd. Zeker. Ja, zeker. We zijn ook wel eens opvliegend, maar door de banken wel. Het was een hele goede man. Het sprak mij wel aan dat hij zo ook vooruitstrevend was. En niet zo conservatief en dat hij ook een bruggenbouwer was. En niet aan de normen en de waarden van het katholieke geloof zo strak in was. Hij was wel vooruitstrevend, vond ik, voor die tijd. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl